Yo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag doen we natuurlijk weer een nieuwe FIFA Ultimate Team van de Week. En we spelen op semi-prof. Dus in onderprofessioneel. En als we het winnen doen we natuurlijk volgende keer professioneel. Maar het is niet altijd makkelijk. Er zijn natuurlijk ook weer een paar nieuwe spelers bij de selectie gekomen. En ik hoop dat die natuurlijk veel aanvulling kunnen gaan leveren. Oh, als je hem aanneemt, hè. Oh, blind toch. Maar dus er zitten wel een paar nieuwe spelers bij. Ik weet niet precies uit mijn hoofd wie dat zijn. En ik weet ook niet waarom wij spelen ze. Shit, ik heb de verkeerde bestuurder aanstaan. Dat is niet heel handig. En hij wordt nu aangevallen. Narsing. Goeie tackle en opnieuw balbezit dus. Narsing. Ik heb een stuur met twee toetsen gedaan, denk ik. De Bruin. Vrees ik. Kunnen we het aanpassen? Kijk mooi, we kunnen het gelukkig aanpassen nog. Strootman. Oh, het zijn misschien nog niet helemaal goed. Ah, kakzooi. Moet traditioneel zijn. Nou, mooi. Daily Blind. Guardado. Wat denk je, Juri? Oké, we kunnen eigenlijk een spel gaan spelen. Ja. Jongen. Ik ben wel echt heel blij dat het goed gaat zo. Springt over hem heen, prachtig om te zien. De Jong. Zoals Douglas en voor mijn Vlaar mijn naam toegevoegd. Huntelaar weet ik niet aan mijn hoofd. Nou ja, we hebben niet alweer een mooie avond kunnen hebben. Ach man, jongens, wat is dit toch? Er ligt een speler op de grond. Ah, serieus. En hij heeft de bal terug. Prima actie. Narsing. Ah man, het is echt ongelooflijk dit. Ik had echt als een stekker van. Ik weet die echt knetterig. Ik begrijp echt niet waarom deze spelers niet gewoon normaal kunnen we spelen. En ik ben ontzettend blij natuurlijk, want echt Advanced Warfare komt steeds dichterbij. Net als GTA PS4 editie. Ah, serieus. Staat die jongen de weg. Ja, dit is echt FIFA's schuld hoor. Je kan er zo niets aan doen.
Het is echt ongelooflijk. Kijk, hè, want dan worden we switch ineens automatisch. Dan word ik dockless. En dan pakt hij hem niet af, dan gaat hij heel raar lopen draaien en dan kan hij er langs lopen. Wauw, even serieus, hoe jij die bal probeert af te pakken, man. Ik begrijp er echt het rol van. Die speler die doet dan weer iets heel raars uit zichzelf. Het is echt stront tegen dans. En dit zie je altijd het, als je tegen fut team van de week speelt. Nou, kijk hoe die schiet, man. Jongen. Ja, unbelievable. Ja, het is een stom spel, die speelt FIFA altijd. Spelen ze altijd met je. Ik kan eigenlijk nooit vind ik zelf goed in FIFA zijn. En dat komt omdat FIFA heel veel dingen manipuleert en doet. En dat schot bereikt het doel niet. De bal wordt tegengehouden. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Oké, en dan moeten we gaan scoren. Dat steeds niet zitten. Ik wou net zeggen. Dan slaat het echt helemaal nergens meer op. Kom op! Please check. Ja, wat een slechte paas, man. Please check. Jeetje, joh. Je kijkt hem, man. Die paasje gaat helemaal verkeerd. Echt helemaal verkeerd. Maar het thuispubliek zal er niet. Nou, als ik trainer van deze ploeg zou zijn, zou ik dat wel zijn met zo'n. Nou, let's go. We beginnen aan het tweede deel van de wedstrijd. Veel kijkplezier. Wilshire, Marek, Hamšík. Oké. Narsing. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Wat doet die verdediger nou toch? Ja, scoren! Ja! Oh! De aanvoerder scoort. Ja. Prachtig. Is een vrije trap.
Oké, tijdens het tikken. Gregory van der Wiel. Strootman. De Jong. Prima breedte paas. Babel. Nou, dat was dus zo moeilijk. Zegt. Ik zag wel het schot al, joh. Maar schiet je heen in de hemelsbaan. Oké. Goed, dit is de vrije trap van ons. Hij wil niet naar beneden vallen, heb ik het idee. Ja jongen, ik blijf het altijd proberen gewoon. Met het vrije trap op goal schieten. Met een beetje mass gaat is ook heel mooi in. Gregory van der Wiel. Guardado. Strootman. Ja! Wat? Nee, die kan niet overschieten, man. Deze bal kan je niet overschieten. Deze bal kan je gewoon niet overschieten, echt niet. Ja! Silva. Ja! Hij is er bijna. Tjonge jongen. Ja, dat is uitstekend gedaan van de keeper. Hij heeft de bal ten vast. Oei, daar gaat iets niet goed. Dat lijkt op een spierblessure. Keeper krijgt de bal. Ja, weg die bal. Oh. Oh jee. King. De bal wordt aangeraakt en gaat uit. Overtreding, vrije schop. Ze smokkelen met een muur, hij beweegt naar voren. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Gewoon, ik wil blijven wisselen. Dat was bijna een doelpunt uit die kopbal. Zo! Die man is hij kwijt. Eens kijken wat hij nu van plan is. Met die tackle herovert hij de bal. Ja! Wordt dit een doelpunt? Wauw! Echt! Omdat deze stomme spits van ons, die Huntelaar, niet doorloopt. En ik die paas al gegeven had. Is dus geen goal. Wat een spits speel dan. Ja, gaat het goed maken hoor, let maar op. Ja! Nou, bijna dan.
fantastisch uitverdedigd. Hij heeft zijn team echt een dienst bewezen. Ik wil niet verliezen. En ik denk dat ik dat wel ga doen aangezien ik de keeper zo ver uit laat komen. Zag je dat hij beukt de speler zo ver? Ja. Daar gaat scoren. Serieus? Oh my god man. Niks wil erin bij mij. Maar echt helemaal niks. Huntelaar aan de bal. We zitten in de laatste 10 minuten van de wedstrijd en het publiek voelt dat dit een heel belangrijk moment kan zijn. Ja, en het zou wat zijn als... Oh, nee! Naar buiten! Ja, oké, keeper. Nee, serieus? Het hele publiek sluit, man. Hij gaat meesluiten straks, hoor. Jongen, jongen. Dat is afval weer thuis vroeg. Oh shit, wij spelen thuis, dat is geen afgang. Waarom blijft de zenuw bij door, joh? Yeah, we hebben gewonnen. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie heel snel weer te zien. En ik denk dat binnenkort ook natuurlijk een prachtige video van de Rijflip voorbij komt. En je kan trouwens ook mijn Drive Club joinen. En die club heet NFS Club. En die kun je joinen. Er zijn nog maar een paar plekken vrij, dus doe het snel en dan kun je gewoon meedoen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video op het kanaal. Bye bye.